Iris van Maarten van Buren. Dit is een prachtige roman over een verhouding van een hoogleraar, als aanstaande hoogleraar Franse letterkunde, met een onduidelijke dame die al andere vriendjes heeft, maar dat is allemaal helemaal geen bezwaar. Het is zeer geserreerd en grimmig eindelijk geschreven. Het is geen vrolijk boek, maar het is wel een vlijmscherp en heel erg analytisch en heel erg boeiend om de menselijke verhoudingen van nabij te bekijken als onder een leed.